Dag allemaal en heel hartelijk welkom bij deze kennissessie van ZonMW en Movisie over dementie. Mijn naam is Lea Bouwmeester en ik sta hier met twee hele belangrijke mensen naast mij. Want we gaan het namelijk niet alleen hebben over dementie en hoe mensen dagelijks leven met dementie en langer mee kunnen doen met dementie. Maar het gaat vooral over die hele specifieke voorbeelden. Hoe doe je dat dan? En hoe begint dat dan? En wat betekent dat dan voor iemand voor dementie, voor een begeleider? Hoe sluit je als gemeente daarbij aan? Hoe vergroot je dan de kracht? Wat zijn de effecten? Welk onderzoek wordt er gedaan? En er was heel veel subsidie beschikbaar. Wat is er gebeurd met die subsidie? Welke mooie resultaten heeft dat geleid? Daar gaan we het over hebben. En als eerste wil ik u toch nog even meenemen naar de kletspot. Dat is namelijk de cliffhanger in dit onderdeel. Want deze kletspot die leidt tot iets heel bijzonders. Ik ga het nog niet vertellen, maar aan het eind van dit blokje weet u precies waar het voor staat. Zo, nou dan draai ik mij als eerste om naar Cornel Vader. Jij bent voorzitter van het programma als het gaat over mensen en dagactiviteiten met dementie. Wil je daar wat over vertellen? Ja. We weten dat er in Nederland op dit moment zo'n bijna 300.000 mensen met dementie wonen. En de ontwikkelingen die zeggen dat dat over zo'n 15 jaar misschien wel 500.000 mensen zijn. En dat stelt ons als samenleving voor de vraag, hoe krijgen we het nou voor elkaar dat die mensen echt zo lang mogelijk actief blijven, gezond blijven en in contact ook met anderen. En hoe helpen we hen daarbij om ook waardevol te blijven, ook in die samenleving, ook die ervaring te hebben voor hunzelf en voor hun omgeving. Dus ik ben wel heel erg blij dat VWS, het ministerie, in samenwerking ook met ZonMW en Movisie, dit programma heeft ontwikkeld. En partijen in Nederland heeft uitgenodigd om met goede ideeën te komen. En dat er is ook wel heel veel gehoor aangegeven door gemeenten en zorgorganisaties, mantelzorgers, andere organisaties die zich bewegen op dit terrein. Daar ben ik wel heel blij mee. Er is natuurlijk een heel groot nationaal programma Dementie, hè, de strategie richting 2030. Een onderdeel daarvan is dagactiviteiten voor mensen met dementie. Als commissievoorzitter heb jij natuurlijk heel veel ideeën en voorstellen langs zien komen. Kun je vertellen wat de rol van de commissie hierin is en wat jouw specifieke rol daarin was? Ja, die commissie die bestaat uit een aantal mensen, ook deskundigen, ook mensen die echt heel veel weten van de ontwikkeling, de gezondheidsontwikkeling van mensen, de mentale ontwikkeling. Ook mensen die gespecialiseerd zijn in die ziekte dementie, die zoveel mensen ook overkomt. Ook een aantal mensen die verantwoordelijk zijn op het gemeentelijk niveau, ook om dat allemaal een plek te geven op hun grondgebied met hun burgers. En andere mensen die ook heel nauw betrokken zijn bij het verschijnsel dementie en wat dat allemaal doet met mantelzorgers, met de directe omgeving. Daar bestaat die commissie uit. En de gemeenten waren uitgenodigd om met ideeën te komen. En heel veel gemeenten hebben die handschoen ook opgepakt en hebben een idee ingediend, een voorstel ingediend om goed te weten wat er eigenlijk al gebeurt. En hoeveel mensen er met dementie eigenlijk binnen die gemeente zijn, welke activiteiten er zijn, of mensen daaraan deelnemen of juist niet. En of ze eigenlijk ook wel goed aansluiten op dat wat mensen nodig hebben en hun omgeving nodig heeft. Dat is wel echt vernieuwend, want er worden heel vaak ook heel goed bedoelde voorstellen voor een ander gemaakt. Ja. Maar hier was het echt, wat hebben mensen nodig, hoe weten we dat, wat gebeurt er al? Dus dat hoor ik jou zeggen. Dat klopt ook en veel van die voorstellen die daarover zo'n onderzoek gingen als het ware, die hebben ook echt de mensen betrokken om wie het gaat. De mensen met een zich ontwikkelende dementie, maar ook hun mantelzorgers, hun directe omgeving. En wat sluit nou het beste aan? Dus een belangrijk deel van de ideeën gaat daarover. En is er nou één voorbeeld waarvan je zegt, het is natuurlijk allemaal mooi, hè, want alles wat wordt gedaan, dat helpt en is belangrijk. Maar is er één onderdeel, één voorbeeld wat jou echt geraakt heeft? Ja, daar kan ik iets over zeggen. Ik vond een prachtig voorbeeld van ik hou zelf heel erg van muziek, ik hou zelf van zingen. En er zijn voorbeelden waar een koor is opgericht van mensen die ook graag zingen en het verleden ook vaak hebben gedaan. En waaruit blijkt dat dat nog steeds heel erg leeft en dat brengt mensen bij elkaar. En dan gaat de omgang in de dagen en de uren daarna gaat weer zoveel gemakkelijker, net als dat het vroeger ging, zeg maar. En iedereen beleeft daar ontzettend veel plezier aan. Het raakt me, omdat ik er zelf erg van hou en ik dat ook in mijn naaste omgeving zie dat dat zo goed kan werken.
En is het een koor van mensen met en zonder dementie? Samen, ja. Samen, oké. Okay, dat is belangrijk, dat inclusief, hè? Dat zeker. Hoort je wel zeggen. Ja. Mooi. Ja. Ik kom zo nog even bij jou terug. Maar naast jou staat Hans Alderliesten. En namens Movisi, je bent senior adviseur, maar ook projectleider dementie. Wil je vertellen wat jij vanuit Movisi doet en wat jou betrokken is met, bij het onderwerp de dagelijkse activiteiten voor mensen met dementie? Hele mond vol. Ja, nee, kijk, Movisi is een ziekte die je niet zou mogen uitsluiten van de samenleving, waarbij je juist... Je bedoelt dementie? Ja, dementie, ja. Waarbij je juist ingesloten wordt. Hè? Dus waarbij je onderdeel blijft van het normale leven. Dat je dingen kan blijven doen die je daarvoor ook al deed. Dus als je daarvoor naar een tennisvereniging ging, of af en toe naar het museum, of naar een koor, wat Cornel net zo mooi zei. Dat je dat gewoon kan blijven doen. En dat we met elkaar zorgen dat we rond deze mensen heen blijven staan. En dat we ervoor zorgen dat we... Dat ze mee kunnen blijven doen, dat ze meetellen als waardevol lid. En dat is een hele opgave. Dat geldt voor zorg, geldt voor welzijn, voor gemeente, voor de buurt, voor het netwerk rondom mensen. En daar zijn we allemaal voor aan zet. Nou, en in heel veel gemeenten wordt dit nu heel goed gedaan. Er wordt ook echt vanuit de behoeften van de mens zelf gekeken. En er wordt ook aangesloten bij hun leefwereld en hun vroegere leven. Ik was laatst nog bij een ontmoetingscentrum. Er zijn natuurlijk heel veel ontmoetingscentra, een Odensehuis, een buurthuis, hè, waar deze mensen samenkomen, ook een fijne dag beleven. Maar er woonden veel oud-militairen in dat gebied. En dus hadden ze ook activiteiten die daarbij aansloten. Dus gingen ze fotoboeken kijken van oorlogen of van militaire voertuigen. Of, om ook zeg maar, dat te activeren en daar het gesprek over te hebben. Dat je echt kijkt van, hey, waar is die ander? Hoe kunnen we diegene betrekken, behouden en ook een zinvolle dag geven? Want we weten, als je het onderzoek, hè, dat doen we ook als Movisi heel veel onderzoek naar, als je... een zinvolle dag hebt, als je de dag fijn doorkomt, dan hou je het ook lang vol. Met elkaar, met je mantelzorger, in de thuissituatie. Kun je misschien een crisis voorkomen, zorgvraag uitstellen. En dan heb je het ook gewoon veel fijner. In plaats van dat je binnen zit en dat het niet meer helemaal lekker gaat. Gewoon blijven meedoen. Ja. Dementie is helaas onderdeel van de samenleving, maar laten we het alsjeblieft omarmen. Ik hoor jou eigenlijk ook zeggen, het is zingeving. Wat is de reden dat ik mijn bed uitkom? En hoe kan ik dat samen met anderen doen? En niet als misschien iemand met een ziekte die we aan de zijkant parkeren. Maar hoe zorgen dat we jouw onderdeel maken, ondanks de beperking die je hebt? Ja. Het gaat inderdaad niet over zorgen over dementie, maar over leven met dementie. En eigenlijk iedereen heeft wat. Hè? Zoals we hier staan, wij hebben ook iets. Dat weten we misschien niet van elkaar. En dat hoeven we ook niet te weten. Maar laten we gewoon zorgen dat iedereen mee kan doen. Op zijn of haar manier. En, misschien dat iemand voorheen bij de tennisvereniging achter de bar stond. Maar het afrekenen dat wordt wat ingewikkeld. Maar laten we dan kijken of er een andere taak bij die tennisvereniging is die diegene nog wel kan doen. Of een beetje met een beetje hulp. Maar dat we niet zeggen tegen iemand, bedank maar als lid en ga maar naar huis. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. En daarvoor zijn ook partners als VWS, ZonMW, maar ook heel veel gemeenten. Ook Alzheimer Nederland en met elkaar zetten de schouders eronder. Om mensen met dementie te laten meedoen en laten meetellen. Nou doen jullie ook heel veel onderzoek. Hè? Wat zijn nou de effecten van de interventies of van wat mensen met elkaar uiteindelijk gewoon in een gemeente doen? Wat zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten? Wij zien dat naarmate een aanpak persoonlijk is en aansluit bij het gewone leven, dat het dan meer succes heeft, dat het meer kans tot slagen heeft. Persoonlijk, persoonsgericht uitgaan van de persoon zelf. Nooit over ons, zonder ons, hè? Dat credo. En ook laagdrempelig, dus een ontmoetingscentrum waar je gewoon naar binnen kan lopen, waar je welkom bent, waar je met anderen zit. Niet stigmatiseren, niet een groepje mensen met dementie apart zetten, maar met elkaar gewoon onderdeel laten zijn. Niet mensen afrekenen op een aandoening of een ziekte of wat dan ook, maar ze betrekken. Nou, dat zien we. Er zijn natuurlijk ook bottlenecks. Hè. Vervoer is bijvoorbeeld een bottleneck of de schot tussen WMO en WLZ. Allemaal hele technische dingen, dat weten jullie allemaal veel meer van dan ik. Maar dat is de bekostiging van activiteiten of de ondersteuning daarvan. Ja, en wat wij zien dat werkt is als je nou als gemeente zegt, jongens, we gaan in het dementienetwerk het gesprek aan, dit betrekt het zorgkantoor erbij, de zorgverzekeraar. En we gaan samen de schouders eronder om na te denken over integraal budget. We gaan niet sturen op getallen, maar we gaan sturen op maatschappelijk resultaat. Omdat deze mensen ons aan het hart gaan. Nou, als je elkaar op die ambitie vindt, dan zien wij dat dat werkt in een gemeente en dat het ook
nou ja, vertrouwen tussen onderling geeft, tussen gemeenten en zorgverzekeraar, of tussen gemeenten en aanbieders. Maar dan begin je dus bij de mensen om wie het gaat. Dan vraag je wat altijd zij nodig hebben, altijd, wat je samen kunt doen. En vervolgens kijk je, en wat betekent dat dan voor de financiering en de samenwerking? Dus je draait hem eigenlijk om. Ja, je begint bij de mensen en dan ga je vervolgens kijken hoe je het systeem erop kan inrichten. Ja. Maar dat is een hele struggle, dat geef ik gelijk toe. En dat zien we ook, en er worden ook verschillende modellen in aangehouden. Maar het is mooi om te zien dat het wel werkt. En wat is nou een voorbeeld wat jij zelf hebt meegemaakt, wat jou heeft geraakt, waarvan je zegt, dit is die grotere beweging die wij maken. En daar staat dit voorbeeld exemplarisch voor. Ja, misschien mag ik er twee noemen. Eentje was, ik was bij een dagactiviteit sporten. Mensen met dementie en ook, alles liep er door elkaar. En één meneer zei tegen mij, hier, als ik hier ben, dan vergeet ik dat ik dementie heb. Nou, dat vond ik schitterend. Dus dat, laten we alsjeblieft de dementie vergeten en niet de mens. En tweede was... Wacht even, jij zegt iets heel moois. Laten we de dementie vergeten, niet de mens. Ja. We zien de mens en die heeft toevallig dementie. Ja. Prachtig. Ja. En tweede is, ik hoorde van een roeivereniging waar een bootje, één iemand dementie. En dat, om veiligheidsredenen was het een idee om dan een zwemvest aan te doen. Dat is, ja. Maar ja, als je één persoon met een zwemvest, dat is ook een beetje... Dus ze zeiden, nee, we doen allemaal een zwemvest om. Nou, dat vind ik zo mooi, hè? Dat je solidair bent, dat je het samen aangaat en zegt, we dragen het met elkaar en we doen allemaal een zwemvest om. Nou. En dat je snapt dat het dan weer over inclusie gaat in plaats van exclusie. Precies. Dus mee laten doen, meetellen, serieus nemen, betrekken. Nou, en in de gemeente, ik ben erg blij om te zien dat in heel veel gemeenten dat zo op die manier wordt gedaan. Dankjewel. Dan heb ik de laatste vraag aan jou ook, Cornel. Want jullie hebben heel veel initiatieven opgehaald en gezien en ondersteund. Als je nou zo door je oogharen heen kijkt en je ziet al die mooie bloemen bloeien, wat zou dan de doorontwikkeling zijn naar, richting een boeket, zal ik maar zeggen? Ja, iets voor nu en iets voor de toekomst. We hebben die 35 initiatieven kunnen honoreren van die samenwerkende gemeenten en organisaties. En ik ben er in elk geval blij mee. We kunnen niet in de toekomst kijken. Ik kan er ook nog niet op vooruit lopen. Maar het ministerie heeft in elk geval aan ZonMW gevraagd om met een idee te komen, een tekst te komen voor een mogelijk vervolg hierop. Want al die onderzoeken en weten hoe het zit, dat is een eerste stap. Maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren. Nou, wie weet zijn daar mogelijkheden voor. Dat is voor de toekomst, iets voor nu. Want er zijn al heel veel prachtige ideeën, ook nu in de werkelijkheid. Er is een inspiratiewijzer voor. Je hoeft niet alles alleen helemaal opnieuw zelf uit te vinden. Je kunt ook putten uit die inspiratiewijzer en dan kom je ook een heel stuk verder. Oké, en die inspiratiewijzer, dat is belangrijk voor de mensen thuis. De inspiratiewijzer staat op de website van ZonMW. En daar kunnen jullie alle goede voorbeelden vinden die er al in het land zijn. Ga erheen, ga het schaamteloos kopiëren en verspreid het. Want dan komen we uiteindelijk weer tot dat grotere boeket. Zo is dat. Ja. Heel veel dank voor nu allebei. Fijn, graag gedaan. Samen ben je natuurlijk veel slimmer dan alleen als het gaat om goede ideeën. Daarom is die inspiratiewijzer zo belangrijk. Maar waar al die ideeën op neerkomen is, eerst goed weten wat mensen nodig hebben, waar ze blij van worden. En dan zorgen voor lichte momenten in het leven. Bij een zinvolle daginvulling zijn twee dingen heel belangrijk. Samen en persoonlijk. Samen betekent dat je het echt samen doet. Als gemeente, met zorg en welzijn, met aanbieders, met mantelzorg, met de case managers. Samen staan we voor deze opgave. En persoonlijk. Zorg dat die activiteit en invulling aansluit bij het leven, bij de behoeften van de persoon. Dat het persoonlijk is en dat het zo een zinvolle daginvulling is. Wij gaan door naar de plek waar het echt gebeurt. Die dagactiviteiten met mensen met dementie. En wat levert dat dan op? En natuurlijk nog steeds de vraag, wat heeft deze pot daarmee te maken? De kletspot. Daar gaan we het nu over hebben. En ik heb twee nieuwe gasten naast mij staan. Dat zijn Sander Teerstra. Laten we maar gelijk met jou beginnen. Jij bent begeleider vanuit Stichting Kameraad. Ja. Wat doet Stichting Kameraad? Stichting Kameraad is een stichting die zich richt op mensen met een dementie die nog thuis wonen. En dan gaan wij met studenten en vrijwilligers echt naar de mensen dus thuis. Om daar te doen op welzijnsgebied wat er nodig is. Dus we gaan in gesprek, we halen de vragen op. En bij de ene is dat wandelen, bij iemand anders is het fietsen. We zijn ook wel met mensen naar een zwembad geweest. Je kan het eigenlijk zo breed als interesse zijn. Kun je het invullen. En bel je dan gewoon willekeurig aan of heb je van iets of iemand gehoord? Vaak hebben wij vanuit de case manager dementie
een aanmelding gekregen. Kan ook vanuit zijn huisarts zijn, kan ook vanuit familie zijn. Dan worden mensen bij ons aangemeld en dan bellen we op. En dan plannen we een kennismakingsgesprek. En dan vanuit daar gaan we verder. Oké. Nou vertel je van ja, dan gaan we in gesprek. Dan gaan we nu de cliffhanger onthullen. Dan geef ik graag de pot aan jou door. En wil jij eens vertellen vanaf de pot wat je daarmee gedaan hebt? Nou, de pot is in het leven geroepen toen we met de gemeente om tafel kwamen voor het ZonMW-project. Om echt behoeftes breed op te gaan halen. Dus ook met andere organisaties in de gemeente Leeuwarden. En toen zeiden we van, nou, we willen niet met de standaard vragenlijst op pad. Maar hoe dan wel? En toen zijn we op... Eén tussenvraag. Waarom wilde je niet met een standaard vragenlijst op pad? Wat gebeurt er dan? Nou, omdat heel veel organisaties met alle respect met een standaard vragenlijst op pad gaan. En als mensen ons dan ook nog zien komen met de vragenlijst, dan ja, zakt de moed al wel een beetje in de schoenen. Dus we wouden eigenlijk graag op een laagdrempelige manier met de mensen in gesprek. En toen kwamen we dus inderdaad op de kletspot. En tijdens het testen van die kletspot hebben we al hele mooie eerste resultaten opgehaald. Want voor de mensen die de kletspot niet kennen, wat is de kletspot? In de kletspot zitten eigenlijk allerlei vragen. En dat gaat dus in deze kletspot over verschillende activiteiten die je zou willen doen. Zijn dat activiteiten met muziek of zijn dat activiteiten met dans of zou je graag... die activiteiten thuis willen doen of zou je juist naar een inloophuis willen. Daar gaan de vragen uit de kletspot over. En toen kwamen we er al vrij snel achter dat we eigenlijk te lang met het spel bezig waren. Dat het soms 2 uren duurde voordat je alle informatie opgehaald had. En soms hadden we dan nog niet eens alle informatie opgehaald. Dus toen ook weer in overleg met de gemeente kwamen we erop dat we toch naar een nieuwe methode moesten. Toen hebben we het kwartetspel ontwikkeld, met z'n allen. Op basis van wel de vragen die al in de kletspot zaten, positieve gezondheid, hebben we het kwartetspel ontwikkeld. En dan kwamen we er eigenlijk achter dat je heel makkelijk in soms niet eens een half uur heel laagdrempelig op kon halen van welke activiteiten heeft deze persoon behoefte aan, waar zouden die activiteiten moeten zijn, wel of geen andere mensen met hetzelfde ziektebeeld. Eigenlijk heel veel informatie in een hele korte tijd op een laagdrempelige manier. Oké, dus maak hem eens open en laat ze eventjes zien. Wij gaan kwartetten. Nou ja, we gaan natuurlijk niet echt kwartetten, maar leg eens eventjes uit hoe dat werkt. Het is misschien wel leuk, want jij bent natuurlijk van de gemeente. We gaan zo van jou horen waarom jullie dit mogelijk hebben gemaakt. Maar misschien ben jij even de proefpersoon. Jullie kunnen samen kwartetten. En hoe gaat dat dan? Ik heb hier nu bijvoorbeeld de categorie activiteiten. En daar staan dan als eerste vraag bijvoorbeeld op, wat zou u nog eens willen doen? Zo hebben we met kameraad het voorbeeld dat we bij iemand kwamen en die had haar hele leven paard gereden. Maar 92 gewoon niet meer fysiek in staat om paard te rijden. Maar zou dat nog heel graag 1 keer willen doen. En toen zijn we met die mevrouw naar een manege geweest. Waar je met zo'n koets achter een paard kunt. En de riem om en gordels en ingesnoerd. En die mevrouw heeft het bij wijze van spreken nu nog over die ene middag paardrijden. Ah. Dus zo kom je, wat had u graag nog eens willen leren? Met wie vindt u het leuk om de activiteiten te doen? Zo kom je op deze manier achter heel veel behoeften. Oké, dus je geeft gewoon een kaart en die geef je... we gaan het gewoon naspelen hier, Kijk, doen we snel. Dit is even voor iedereen. In 30 seconden, zo werkt het. Nou, we hebben allemaal een potje. We hebben allemaal een potje. En wij zijn degene bij wie jij de vragen stelt. Ja. Toch? Je wil van ons iets weten. Ja, bij mij begint de oudste altijd. Heel simpel. Is Christine in dit geval. Dus jij mag beginnen, Christine. Ja. Even kijken. Mag ik van jou, van het dagelijks leven, waarbij heb je ondersteuning nodig? Oh jee, ik heb geen dagelijks leven. Wat nu? Nou, dan dus niet. Nee. Helemaal niks. Nee, dan dus niet. Nou, dan mag jij verder. Dan mag jij verder. Nou, ik zou graag van vroeger willen weten, dat vraag ik dan aan jou, welke opleiding heeft u gevolgd? Ik heb de categorie vroeger niet. Maar zo kom je dus, je merkt al, waar heb je ondersteuning bij nodig? Jij vraagt aan mij welke opleiding heb je gevolgd? Ja. Je komt direct achter interesses. Je komt direct ook achter een stukje, misschien kan iemand wel lastiger naar het toilet. Als je buiten huis activiteiten doet, moet je daar ook rekening mee houden. Dus je komt direct achter allemaal praktische informatie.
maar ook gewoon, ja, interesses. Ik had eigenlijk een andere vraag moeten stellen. Wat had u nog eens willen doen? Die vraag die heb jij natuurlijk gesteld. Wat is het bijzonderste antwoord wat jij of een collega heeft gehoord op die vraag? Nou, het paardrijden van iemand ruim in de 90 was wel een hele bijzondere ervaring. Ja? Ja, ik denk dat tot nu toe dat de bijzonderste ervaring was. Want volgens mij waren er ook best wel veel mensen die gezegd hadden dat ze nog graag wilden reizen. Hè? En echt naar het buitenland, ja. En verder weg. Dat vond ik zelf ook een opmerkelijke. Ik denk, oh, dat is ook echt een wens van... En wat doen jullie dan? Want ik ga jou eventjes voorstellen. Christine Baaiema, zeg ik dat goed zo? Helemaal goed. Helemaal ja. Goed. Je bent van de gemeente Leeuwarden. Ja. Jij hebt dit mede mogelijk gemaakt. Maar voordat we daarop ingaan... jij vertelde net iets heel moois. Ja, je bedoelt over dat reizen, ja, en over... Precies. Wij zitten nu aan de afronding van het onderzoek. Dus we hebben juist de afgelopen maanden hebben we deze gegevens opgehaald. En dit is een van de dingen van, goh, wat gaan we daarmee doen? En we zijn sowieso van plan op zich in half oktober, hè, dan moet alles klaar zijn. Wij gaan als groep, en we hebben een grote groep met organisaties en Stichting Kameraad en Welzijnswerk en zorginstellingen en de case managers, gaan we gewoon door. He, dus we gaan gewoon, we wachten niet op subsidie of die er komt of niet. Wij gaan gewoon door met dezelfde groep. Als gemeente een soort regie houden, dat we gewoon vier keer bij elkaar komen. En dat we ook een heel concreet plan zijn we nu aan het schrijven. Van, he, er zijn bijvoorbeeld dingen over locatie zijn eruit gekomen. Of er zijn dingen over, over de soort activiteiten. Nou, die gaan we nu echt benoemen. Van, oh, dit doet het welzijnswerk. Dit gaat die trekken. Stichting Kameraad gaat de verdere ontwikkeling van dit trekken. Dus we maken hem heel concreet. En we gaan er gewoon mee door om op elk onderdeel te kijken, wat kunnen we daarmee? En dat reizen, ja, daar moeten we ook met elkaar kijken. Wat kunnen we daarmee? Want bij ons is in ieder geval de mantelzorgondersteuning. Daar doen ze nu ook wel reizen, hè, voor mensen met niet alleen dementie, maar ook met dementie en partners, dat ze er even uit kunnen. Ja, kun je daar iets mee? Moeten we wel extra geld ergens vandaan halen? Maar dat zijn wel hele mooie, Ik heb een heel wild idee uit een ander Zon&W-programma. Oké. Je hebt ook een programma e-Health Langer Thuis en die hebben een VR-bril. En dan ga je in de beleving dat je in een jeep safari in Afrika zit. Gratis idee. Maar daar gaat het niet over. Want heel mooi, wat voor jullie misschien heel logisch is, dat je begint bij mensen in Leeuwarden. Wat heb jij nodig om langer mee te kunnen doen? Maar het is niet heel erg vanzelfsprekend dat er op die manier wordt gedacht. En dat we dan ook nog een gemeente hebben die zegt, nou, dan gaan we volgens daarop kijken. Hoe kunnen we dat organiseren? Dus ik ben heel erg benieuwd, ook voor mensen die nu kijken, die denken, ja, ik zie het in, maar mijn collega's nog niet. Waar begon dit bij de gemeente? Hoe komt het dat dit zo... Het komt uit je tenen. Ja, nou, ja, het komt überhaupt vanuit dat, hè, dat je weet... En wat Cornel ook al aangaf. Mensen met dementie, ja, de komende jaren... Hè, we krijgen het steeds meer mee te maken. En dan wil je dat gewoon ook... Dat die dagactiviteiten op een goede manier vormgegeven worden. En hoe begon het dan bij jullie? Nou, hadden wij onze WMO op een andere manier vormgegeven. En daardoor kun je zonder beschikking veel sneller je ondersteuning krijgen. En zijn we ook met buurt- en dorpskamers gaan werken. Dus dat is ook in de wijk of in het dorp dat je heel laagdrempelig naar naartoe kunt. Ja. Maar dan heb je ook de vraag van, ja, en mensen met dementie. En we waren ook aan het mixen met anderen die even koffie of een andere activiteit gingen doen. Maar dan heb je wel de vraag, is dit nu het goede wat we doen? Ja. En toen kwam dus het Zon&W subsidiemogelijkheid. En dacht van, ja, dit is heel mooi om in mee te gaan. Want nu kunnen we echt kijken bij de mensen zelf van, wat wil je? En past het wat we nu doen? En het is wel zo dat de mensen die gereageerd, waarmee wel tevreden zijn over die dagactiviteiten die er zijn. Maar je merkt ook, doordat we als organisaties bij elkaar zitten, dat je daar ook heel veel bereikt. Want we hadden bijvoorbeeld bij het Odensehuis... partijen weer bij elkaar te brengen die anders misschien los subsidie hadden gekregen of losse dingen doen. Ja, ja. Dus de eerste omslag is begin bij inwoners zelf. De tweede omslag is, zullen we het samen gaan doen? Ja.
Daar ben ik benieuwd naar, wat is dan jullie grotere vervolgstap? Want je zei net, we gaan door. Nou ja, bijvoorbeeld een van de dingen is, bij het Odense Huis had je een groep met muziek en je had ook een groep met schilderen. Alleen degene die het schilderen gaf, die was gestopt. Dus dat was, en wij zaten in onze groep bij elkaar en andere zorgorganisatie, Windkracht 058, die had iets van, ja, maar ik heb een collega, die kan dat hartstikke goed. Dus kunnen wij niet een soort carousel gaan maken waar zijn onze mensen goed in en kunnen we die niet met elkaar gaan delen? Maar dan ben je dus met die organisaties en inwoners met elkaar aan het kijken wie kan iets heel goed en wat kan je dan betekenen voor een ander? Ja. Ja. Dat lijkt me al een hele mooie, dat is natuurlijk een hele mooie omslag en ook inspirerend. Dan nog aan jou de laatste vraag. Wat is het mooiste resultaat wat dit opgeleverd heeft? Maar ook in relatie daarmee, wat is de grootste uitdaging? Dus mensen die nu kijken, die denken, nou, dat klinkt misschien makkelijk of moeilijk. Wat zou je mee willen geven? Ik denk dat op allebei je vragen het antwoord de samenwerking is. Want we doen nu heel veel ook met andere partijen die we door eigenlijk de subsidieaanvraag bij ZonMW, waar we mee om tafel zijn gekomen. En om die samenwerking levend te houden. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is, om elkaar op te blijven zoeken. Niet als dit straks stopt, Christine zei het al, van met het overleg gaan we verder. Maar dat je ook in de praktijk elkaar op blijft zoeken. Ja, en dan heel kort toch een antwoord van jou. Heb jij daar een suggestie of een antwoord op? Hè? Hoe hou je dat dan levend? Nou ja, ik denk gewoon door bij elkaar te blijven. En ook dat we nu straks gewoon zo'n concreet plan gaan maken. En dat heb jij het laatste nog niet gezien. Nee, daar heb ik de laatste hand nog niet van gezien. Maar dat we echt ook het vast gaan leggen. Van, goh, die is daar verantwoordelijk voor. Die is daar verantwoordelijk voor. Daar moet nog wat meer voor gebeuren. Gaan we een werkgroep voor maken. Hè, dus dat je het gewoon echt overeind houdt en verder gaat. Dus we hoorden in een eerder stukje al Hans Adeliste van Movisi. Die zei, het is eigenlijk een grote beweging die je maakt. En jullie geven aan op lokaal niveau in Leeuwarden, het is een beweging die we hebben gevormd en die we doorontwikkelen. Als een soort lemniscaat die eigenlijk niet meer stopt, want je ontwikkelt het ook steeds verder. Ja, en dat komt ook door de energie die er bij alle organisaties is voor deze doelgroep en om het daar beter voor te maken. Heel veel dank voor jullie inspiratie. Het kaartspel op de site van ZonMW kunnen we daar van alles over vinden. Kunnen we die massaal dan bij jou gaan bestellen? Dat kan. Oké, hartstikke goed. Heel veel dank voor nu. En dan hebben we het gehad over leven met dementie, over de dagelijkse activiteiten. Hoe kun je die vergroten? Maar hoe weet je nou wat je moet doen? Dus begin bij de vraag van iemand om wie het gaat. Organiseer samenwerking, zodat je samen tot mooie antwoorden kunt komen. Daar zijn hele mooie lessen uit gedeeld in deze uitzending. Op andere plekken gaan we daarmee door. Heel veel dank voor nu. En laten we samen blijven werken. Al kaartend kun je iemand leren kennen en dan kun je vanuit daar verder. Samen komen we als organisaties en mensen met dementie tot de beste persoonsgerichte ondersteuning.